rood meisje wilden ze hebben, een donker meisje en een blond meisje. Dat was het basisidee. Dat is niet helemaal geworden, want José was natuurlijk niet echt rood. Maar goed, dat was dan uiteindelijk was dat wel de bedoeling ervan. En de stemmencombinatie moest natuurlijk ook goed zijn. Komt in het VPRO-programma Waldonana kennis met Patty, Marga en José. Beter bekend als de... In het begin is een beetje langs mij heen gegaan, want ik bleef gewoon doorwerken als fotomodel in Mannequin. Ik deed dit er echt bij. Ik had ook niet het idee dat dit iets zou worden eigenlijk. Ik vond het leuk, maar ik vond het een onderdeel van wat ik al deed eigenlijk. Uit en iedereen wilde je dan natuurlijk ook hebben. Platenmaatschappijen die vonden het heel belangrijk dat je dan kwam om televisie te doen. En als je dan in zo'n land aankwam, dan er stonden ook alle popbladen te wachten. Dan moest je op foto's en interviews doen en nog even een radiootje en die televisie doen. En s'avonds had de manager dan ook nog een optreden staan. Want ja, dat was dan weer in Nederland of zo. Dus dan moest je weer terugvliegen. En de volgende dag begon dat gewoon weer opnieuw. Weer het vliegtuig in om 7:00 en je werd er op laatst gek van. Was er wel eigenlijk te leven? Achteraf gezien niet. Toen in die tijd wist ik niet, had ik daar geen erg in. Niet in die mate. Maar achteraf is het wel logisch dat dat niet lang kan duren. Zo was het in gang gezet eenmaal. Dus dat was... Ja. Maar je was Luf niet onlosmakelijk verbonden met Patty, Marga en José? Ja, natuurlijk in deze wel. Maar ja, de platenmaatschappij was daarop ingegaan, op dat aanbod. Om het weer met z'n drieën te doen. En toen dat uiteindelijk dan moest veranderen, omdat we al... Ja, de halve plaat was al af, dus er was ontzettend veel geld al uitgegeven. Dus zo is dat eigenlijk gekomen. Ik had dat niet gedaan zomaar met twee andere meisjes, als daar niet een verhaal aan vast had. Dus door omstandigheden is dat eigenlijk, zijn we op die manier doorgegaan.